In de gezondheidszorg van vandaag draait alles om innovatie en efficiëntie. Eén gebied waar dit duidelijk te zien is, is in de digitalisering van apotheekbeheer in België. Dirk van Schil van softwareontwikkelaar Officinal uit Drongen geeft aan hoe deze trend vorm krijgt. Digitalisering in het apotheekbeheer is een hele belangrijke trend in België. Apothekers gaan slimme software gebruiken om hen te ondersteunen bij hun beslissingen. Er zijn ook heel wat technologieën zoals robots, muurautomaten, bestelplatforms voor patiënten, apps. En dat vindt meer en meer ingang in die markt. En eigenlijk op die manier, door die technologieën te laten samenwerken, gaat de apotheker efficiënter en sneller kunnen werken en zorgt hij voor een betere zorg voor die patiënt. De software van Officinal heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Wij zijn er al heel lang mee bezig en we werken daar al heel lang mee, zijn daar heel tevreden over. Maar de veranderingen die wij hebben meegemaakt, dat is enorme tijdsbesparing voor ons. Er is enorm veel geïmplementeerd, zodanig dat wij onze patiënt veel tijd aan de balie kunnen geven, omdat het programma eigenlijk opgebouwd is zeer gebruiksvriendelijk. We hebben een duidelijke verschuiving gezien van het menselijk geheugen naar de hulp met de software. De software helpt ons een mooie, geïntegreerde farmaceutische zorg te brengen. Helpt ons op te zoeken, helpt ons de patiënt beter bij te staan. Het is een heel handig hulpmiddel en ons geheugen wordt heel breed. Wij werken heel nauw samen met apothekers en onder andere met hun beroepsverenigingen. En op die manier gaan wij analyseren wat zij in hun dagdagelijkse taak doen. En dat gaan we proberen te vertalen in een efficiënter flow binnen de software.